Keukengeheimen wordt mede mogelijk gemaakt door Runderkamp. Bezeten van lekker eten. LQAworkswear.nl voor al uw bedrijfskleding. En keukenloods.nl. Welkom bij Keukengeheim. Mijn gast van vandaag die komt uit de sportwereld. Hij heeft op internationaal en nationaal niveau gespeeld. Hij heeft de UEFA Cup gewonnen. En ik heb het hier over niemand minder dan Edwin Zoetebier. Het ziet er goed uit. Dankjewel. Ik ben blij dat je bij mij in het kookprogramma bent in Keukengeheimen. Nou, dat vind ik zelf ook. Ik denk alleen wel dat we even jou een schotje voor moeten geven. Hè? Geen enkel probleem. Ja, je zou het niet zeggen, maar dit is ook een soortelijk koksbuisje. Ja? En heb ik hier even een mooi schotje voor jou, want die kleding dat kan natuurlijk niet vies. Nee, dat mag je zeggen. Kijk, die doen we even over jou. Ja. Dan kijk even, ja. Gaat dit? Ja, dit gaat. Dit. We gaan gewoon koken en dan koken we met een schortje aan. Tuurlijk. En gaan we wat moois van maken. Ik wil met jou heel graag een toenedo gaan maken. Oeh, lekker. Weet je wat een toenedo is? Niet helemaal precies. Kun je me dat uitleggen? Een toenedo is een haasbiefstuk. Ja. Yeah. En een wat hogere haasbiefstuk. Een biefstuk is iets dunner. Ja. Yeah. Dus we maken hem een beetje gelijk. Gaan we die biefstuk aanbraden. Yeah. En leggen we hem eventjes in de oven. Dan laten we hem even rusten. En ondertussen dan gaan wij een mooi sausje maken. Een sausje van deze champignonnetjes. Yeah. Ik heb hem een mooi bouillonnetje getrokken van rundvlees. En hopelijk gaat het erg lekker worden. Ed. Kijk, ik peper en zout gewoon altijd van tevoren. Oké. Okay. Ja, want ik heb wel eens begrepen dat ze dat ook... Als het vlees in de pan gaat, en dan pas doen. Gewoon later peper en zout, kan natuurlijk ook. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, wij hebben het een keertje bekeken, wat dat nou aan gewicht scheelt. Ja. Maar dat zijn echt milligrammen. Okay. Alleen het nadeel van later peper en zout erop doen, dat is dat eigenlijk als je het peper en zout er al op doet, dan marineert het als het ware. Ja. Dus ja, ik ben daar een beetje ook wel voorstander van. Vooral als je een biefstuk of een toenedo bakt. Mm. Gewoon lekker van tevoren peper en zout. Nou, je ziet ook dat ik het een beetje invrijf. Mm. Ik mocht jammer genoeg hier niet met gas werken vandaag. Dus ik vind inductie ook goed. Ja. Ja, dat kan lekker, het kan hoog. En je haalt er een doekje overheen, het is schoon. Maar wat is het verschil tussen inductie en gas? Het gas is wat stabieler als het ware. Je hebt, als het gas, dan weet je gewoon van nou, deze warmte die komt er, dat kun je niet hoger of lager. Je kan iets hier. Okay. Inductie, als je dat even te hoog zet, dan knalt die eruit. Dus daar moet je echt wel even een beetje bij sturen. Okay. Nou weet ik ongeveer dat als ik die pan ongeveer zo warm heb, en dat voel ik dan een beetje zo eromheen, dan weet ik van oké, mijn pan is nu warm genoeg en dan kan ik daar mijn botertje in gaan doen. Ja. En eigenlijk, om het perfecte biefstukje, toenedootje te bakken, heb je een warme pan nodig. En moet je eigenlijk meteen de biefstuk erin doen. Kijk, ik heb hier een mooi stukje roomboter. En er mag best wel wat in. Ja. Want ik wil ook weer van dit bak, van dit aanbaksel, de gebakken boter, daar wil ik zo meteen ook weer de saus van maken. Oké. Dus het heeft allemaal smaak. En je wacht niet tot het boterbruin wordt? Nee. Want er zijn mensen die laten de boterbruin worden. Heb ik begrepen. Ja. Alleen, als je biefstuk gaar is, dan heb je natuurlijk verbrande boter. Ja. Want dit zijn best wel hoge dingen. Ja. En je ziet het. Hè, dan voordat, als ik nu al met bruine boter begin, dan voordat deze klaar is, dan heb ik verbrande boter. Nou, oké. Je ziet ook dat ik hem een beetje in beweging hou. Ja. Al lekker in beweging. Laat ze maar lekker rondglijden in die pan. Krijg je een mooie kleur. Krijg je een mooie bruine, egale kleur op die biefstukken. Ja, op die toenedoos. Zo ook vaak, maar je mag niet prikken in dat biefstuk. Nou, je mag wel prikken in dat biefstuk voor mij. Nu nog. Want als ik hem nu omdraai, dan zegt hij tssst. En hij is weer dicht en het vocht blijft er als het gewoon in zit. En dan als je hem weer omdraait en prikt er dan in, dat mag niet meer? Nee, kijk, als hij op een gegeven moment gebakken is en hij is bijna klaar,
Ja, dan moet je er niet meer in proeven. Nee. Kijk, dat vocht wat in die biefstuk zit, dat wordt 200 graden. Of tenminste, die pan is 200 graden. Vocht gaat koken als het ware. Ja. Ja, en dan, ja, dan moet je er vanaf blijven. Oké. Okay. Ik ga hem weer ietsje lager zetten. Ja. Even zo'n prikje en hoppakee, kijk, daar gaat hij al. Ja, ja. En je ziet ook, ik hou het gewoon in beweging. Ja, en ze zien er inderdaad ja, goed bruin uit, inderdaad. En het wordt ook uiteindelijk gewoon lekker bruin, ja, hè? Ja, 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 ja. Kijk, en ik kan me eigenlijk ook voorstellen dat als je biefstuk uit de ijskast haalt en je doet dat meteen in je boter, dan wordt dat lastig om dat ja, nog ja. bruin te krijgen. Ja. Het is heel koud, leg dat altijd even een kwartiertje. Eventjes gewoon ja, op de keuken, op de, ja, zeg maar in de, op de keukentafel. Ja, ja, ja. En ja, dan is die biefstuk op temperatuur en is het natuurlijk. En dan bakt hij gewoon heel mooi. Ja, absoluut. Het ziet er goed uit in ieder geval. Dit is, ja, top. Dit moet gewoon even lekker doorbakken. Ik zie ook lekker dat schuim erop. En eigenlijk is hij nu bijna klaar, hè? Ja. Zie je? En dat, je ziet het ook, inductie ja. gaat perfect. Ja, gaat, ja, ja, gaat absoluut. Gewoon goed stromen. Ja, ik heb thuis hebben we ook inductie inderdaad. Ja. Dus ja. Waarom heb je inductie? Ja, dat hebben we toen genomen. En ja. Heel, waarom? Ja, heel veel mensen willen niet van het gas afstappen. Hè? Nee. Ja, maar dat gas, het is vertrouwd natuurlijk. Tuurlijk. En ik heb er toen ben ik ermee gestopt, omdat het gewoon echt een doekje over het inductie, doekje erover. Ja, ja. En ja, het is gewoon schoon. Praktisch. Ja, het is gewoon praktisch. Nou, ja. Kijk. Ja, ik ben heel blij. Ja, ik ken er nog een. Ik ga ondertussen deze biefstukje even laten rusten in de oven. Ja. En dan gaan wij even de straat op voor te kijken of we misschien nog meer keukengeheimen kunnen vinden. Nou, heet ik Niels Runnekamp, ik kom uit een slagersfamilie, hè? Maar als ik dit zie, het lijkt een beetje op vlees snijden, maar het is het totaal niet, hè? Zou ik dit ook kunnen? Ja, als je een beetje ervaring hebt met snijden, moet het wel lukken, hoor. Het is, je moet het één keer in het pakken krijgen. Dus je begint op zich gewoon langzaam met snijden, ja. En als je het dan door hebt, dan ga je gewoon rustig en al sneller snijden. Oké, okay, kun je het dan een keertje nou vanaf het begin laten zien? Want je begint met zijn buik, denk ik, hè? Ja. Dus je snijdt eerst echt zijn buik open en dan gaat de binnenkant eruit. Dan de bovenkant, wat heet het? Zijn vin, hè? Zijn rugvin. En dan het vliesje van het velletje, het vliesje. Van beide kanten. En dan toch nog even een stukje van binnen. Even. Zodat je vinger ertussen. Vingertje er langs. Ja, dat is goed. Ja, en dan nog een beetje, wat is het, een beetje bloedafzetting. Ja, ze gaan meestal wel mee, maar ik kan met een paar blijven hangen. Ja, die laatste paar, want het zijn net haartjes, maar dit zijn echt graadjes. Ja, bij sommige visboeren dan zeggen ze inderdaad, oh, kijk, niet zo moeilijk doen, het zijn haartjes. Ja, ja, ja. Ja, ja ik kijk gewoon dat op, doen we, dat doen we, maar het zijn eigenlijk dan toch nog wel graadjes. Ja. En je trekt hem even strak op het laatste moment. Ja, je hebt verschillende manieren. Sommige mensen die snijden dan engels, zeg maar, dan ja, vlekken. Dat is net hoe je noemt, dan snij je zeg maar zo eroverheen. Ja. Dat kan ook. Dat is de Engelse manier? Ja. Dat komt uit Engeland? Dat zou ik niet weten. Waarom heet dat de Engelse manier dan? Ja, geen idee, dat is mij zo verteld. Maar dat snij je eigenlijk vaak in feite de graadjes door. Dus ik ga dan met mijn vinger eroverheen. Dan zie je van deze graadjes, die zijn er dan uit. Okay. In plaats van dat je ze dan doorsnijdt. Ja, want dan heb je ze er natuurlijk nog in zitten. Dus je wilt ze echt, ze moeten eruit. Dus de Engelse manier is de beste, denk je? Nou, dit is dus Hollands. Dit is de Hollandse manier. Dit is de Hollandse manier. Maar ja. En dat anders snijdt wel veel sneller. Dus ze zeggen officieel, met die haringtesten en wat je had, van dat is dan beter, want dan kun je ze sneller snijden. Dan heb je ze minder lang in je handen. Okay. Ja, maar het moet natuurlijk niet warm worden. Ja, maar... Ja. Maar ik vind het belangrijkste als hij maar schoon is en nou ja, zal het zijn die anderhalve minuut wat hij dan op je plankje ligt, dan is hij misschien 1 graden warmer, maar dan heb je wel een schone haring. Ja, en je wilt natuurlijk zo min mogelijk graadjes erin. Ja. Bijna proeven? Ja, dat slaat niet over. Ja? Ik ben wel benieuwd hoe is het. Komt er aan, hè?
En dus het grootste verschil tussen de Engelse en de Hollandse manier is? Ja, dan met de Hollandse manier heb je minder graadjes. Dus het scheelt echt in graadjes. Dus of je snijdt hem door of je pakt hem met je vinger. Ja. De Hollandse manier. In de zwart. In de zwart. Ja, goed gekeurd. Dit gaat erg goed. Ik denk dat we hier nog maar even blijven staan. Maar. Heb je misschien nog meer geheimen? Je ziet, ik heb best wel veel bakvocht. Ja. En boter. Maar ik wil hier een saus van maken. Dit is smaak, dit moet je eigenlijk niet wegdoen. Nee. Maar het is voor om saus te maken, is toch misschien wel ietsje te veel boter. Ja. Dus dat ga ik even apart houden. Ik heb daar een mooi bordje voor. En dan leg ik dan eventjes hierin. Maar ik hou wel genoeg over om hier nog bijvoorbeeld een uitje in te fruiten. He, we gaan even een uitje fruiten. Kun jij dat voor mij doen? Ja, tuurlijk. Heb je voor mij een mes? Ik heb voor jou een mes. Niet in je vingers snijden. Nee hoor. Nou zie je er niks van, hoor, in die handschoen. Niet? Als je een vingertje mist. Oké. Ja. Je haalt altijd, je haalt die kant eraf, die kant, gaat helemaal perfect. Maar je haalt altijd, ga je de tweede schil eraf halen. Ja, dat klopt. Die krijg je niet fijn. De eerste en de tweede, die krijg je eigenlijk niet gaar. Niet fijn zeg ik, maar die krijg je eigenlijk niet gaar. Ik heb hier wat beukenzwammetjes, die gaan we gebruiken. De beukenzwam. Heel mooi, klein, fijn zwammetje is dit. Gewoon erg leuk. Wil je het fijn hebben of? Nou, ik wil ze het liefst in de lengte hebben. Ed. Ja, perfect. Ja, mooi dun, ja, super. Ja, dit is hem. En dan nog één keer in de breedte door. Eén keer in de breedte. Okay. Het is voor een saus. Kijk. De beukenzwammetjes eventjes aanzetten. En je doet altijd eerst de champignons en dan of de beukenzalmetjes of, ja, en dan de uien? Of? Eigenlijk kunnen die een beetje tegelijk. Het is allemaal even groot. Je moet het eigenlijk zien als dat je het op grootte zeg maar, aanbakt. Okay. Dus je ziet het wel eens bij van die wokpakketten die je kant-en-klaar koopt. Dan is zeg maar, het uitje of het preitje is ietsje te fijn. En dan bak je alles en voordat het laatste stukje gaar is, dan zie je eigenlijk niks meer van dat preitje of het uitje. Dus dat is mooi. Dan eigenlijk moet je dan zeg maar met de grote dingen eerst beginnen en dan de kleine dingetjes erachteraan. Ik wil eigenlijk nog wel even een klein beetje knoflook erin. Dan gaan we geen hele teen doen. Dan krijg ik ruzie met je vrouw. Nee ja. Kijk, pletten we ook gewoon even. Huppakee. Kun je hem zo lekker uit elkaar halen. Ja, dit heb je vaker gedaan zeg je. Zo, ja, dit doe ik wel eens vaak. Ja, die... Ja. Ik ga niet alles gebruiken, Red. Kijk, hier even lekker. Ja, dat ziet er al goed uit. Ja. Een klein teentje erin. Die erbij. Het ruikt dan in ieder geval goed. Dat is wel erg lekker, hè? Dat is alleen jammer dat ze dat natuurlijk thuis weer niet meemaken. Reuk-TV. Ja. Reuk-TV. Ja. Dat zegt Paul ook altijd. Hij zegt, dat zou toch mooi zijn. Ik heb hier wat tijm. Ja. En dan gaat het mooi knetteren. Maar dat geeft zo'n mooi smaak. Kijk, luister, daar gaat hij al. En eigenlijk heb ik hier een mooie basis al gemaakt. Ja. En dit is een peper-roomsausje. En die basis die kun je gewoon krijgen. En die staat ook zo meteen, staat die bij ons op de site ook. Okay. Dus we kunnen het gewoon lekker nakijken allemaal. En die doen we er dan bij. Nou, dit is... We roeren deze nog even door. Kook hem niet te lang door, want dan krijg je een champignon peperboffer. Ja. De pannenkoek, de welbekende pannenkoek. Ja. Nou, die is helemaal top zo. Ja. Dan gaan we even kijken of we een bordje kunnen vinden. En dan gaan we alles mooi en netjes gaan we dat opmaken. Ik wil heel graag nog wat van die cashewnoos. Jij wilde het net al stiekem opeten. Ja, dat klopt. Ja. Nee, we gaan dat wel even bij dit gerecht gebruiken natuurlijk. Geen probleem. Oké, ik ga mijn bordjes pakken. Is goed. Ja, inderdaad. Het is
is culinair, dus dan moeten we ook zwarte bordje hebben. Een mooi toch? Zwart bordje bij. Wil je nog meer? Kijk, ik heb een cashewnootje hier, die wil ik ietsje fijner. Die boter die heeft al een beetje een nootje van het bakken. Ja? En als je daar dan een klein nootje aan toevoegt, dan heft dat elkaar gewoon mooi op. Het is gewoon leuk. Ik ren even naar de oven, pak ik even de biefstukken. Is goed. Je kan dat ook gewoon nu met je hand pakken. Hè? Dat is gewoon helemaal tot rust gekomen. Ja. Ja, het ziet er fantastisch uit. Kijk, ik begin met wat saus ook weer. Klein beetje saus. En dit zijn gewoon echt de lekkerste sauzen. Ja. Ja, het ziet er ook fantastisch uit. Gewoon een beetje wat tijm, een uitje, champignonnetje. Ja, dit is... Ik ben blij dat je me uitgenodigd hebt. Nou, ik ben blij dat je wilt komen. Ja, absoluut. Ja. Kijk eens. Ja, dit is... Het mes glijdt er doorheen, hè. Die netjes aan bij liggen. Ja, en je, tijdens de wedstrijd van Volendam, de thuiswedstrijden, dan kook je ook altijd, toch? Dan kook ik ook altijd en dan eigenlijk doen we dat hier. Het lijkt nu niet meer op het restaurant. Nee. Maar dat wordt gewoon hier gedaan. Hier kunnen wij gewoon lekker koken en dan mogen onze gasten onderwijl de wedstrijd kunnen we een mooi diner voorzetten. Ja, en dat doe ik heel graag. Nou, als de mensen dit dan zien, dan weten ze in ieder geval van, kom maar langs. Want dit ziet er echt fantastisch uit. Ja, dit soort dingen maken wij ook, Ed. Ja. Dit is gewoon het mooiste. En kijk, ik heb hier nog een klein beetje Parmezaanse kaas. Dat maak ik echt helemaal af. Ja, dit is... Beetje kaas. Dit vind ik, dat geeft er toch nog even die smaak. Ja. Die smaak, dat is gewoon echt mooi dit. Een lentuitje. Een beetje lentui. En dan wil ik dat groene, want ja, dat is... Het groene, dat qua is kleur. Nu... Ja, qua kleur. Ja. En het gaat helemaal niet om de smaak, want je kan het helemaal opeten. Maar qua kleur gaat hij het nu helemaal afmaken. Ja. En dit is hem dan. Ja. We gaan naar de tafel, gaan we lekker zitten. En dan gaan wij hier lekker van smikkelen. En dan kunnen de mensen thuis kunnen nog even de ingrediënten nakijken. Ja. En dan gaan wij een lekker wijntje in tappen. Het. Super. Voor mij, het water loopt in mijn mond. Dus voor mij kan hij door. Al zeg ik het zelf, hij ziet er wel gewoon erg lekker uit. Hij ziet er super uit. Die echt, dat heb je even mooi voor elkaar, Ed. Ja, ik ga dit thuis zeker samen met mijn vrouwtje gaan we dit namaken. Gaan we dit naproberen, ja. De recepten die staan op onze website. Oké. Okay. Maar de app zeker downloaden van de lokale omroep, want dan is het nog makkelijker om bij alle recepten te komen. Ik zet daar al mijn recepten op en je ziet het, weet je, het is gewoon... Eigenlijk gewoon best wel goed te doen. Ja, absoluut. We hebben heel veel gebakken en gebraden. Maar ik heb toch nog een vraag aan je. Want met al dat succes natuurlijk. UEFA Cup, landskampioen. Ja. Wat ga je nu, wat is er nu nog? Wat ga je nu doen? Nou ja, ik ben op dit moment keeperstrainer bij FC Volendam. En van de hele jeugd en ook van jong en de eerste. Ja, en wat dat betreft willen we graag samen met z'n allen... Ja, de play-offs halen. En ik denk dat dat ook mogelijk is. Het is wel een zware competitie. Want er zijn toch best wel gerenommeerde teams in onze competitie. Alleen, je ziet ook iedereen kan van elkaar winnen. Dus, en ik denk dat wij een selectie hebben die absoluut de play-offs moet gaan halen. Het moet gaan lukken. Ik proost erop. Ja, absoluut. Dankjewel dat je mijn gast was vandaag. Graag gedaan. En we gaan nog even lekker proeven. Zeker weten. Top. Okay.
zou zeggen, je bent geslaagd. Zeker weten. Absoluut. Keukengeheimen werd mede mogelijk gemaakt door Runderkamp. Bezeten van lekker eten. LQAworkswear.nl voor al uw bedrijfskleding. En keukenloods.nl.